Kiriwasa, traptechnieken, Mawashigiri, de ronde trap. In deze video knip ik de Mawashigiri in 1000 stukjes. En laat ik zien hoe je elk stukje afzonderlijk kunt oefenen om uiteindelijk tot die ronde trap te komen. Het eerste wat je moet doen, zijwaarts gezien, is je voet vegen, noem ik dat. Alsof je vlak voordat je naar huis gaat, even je voeten veegt. En dan trek je je voet op naar je billen. Voet vegen. Het volgende wat je daarna doet met hetzelfde voetje, dat noem ik hondje bij de lantaarnpaal. Wat doen hondjes bij de lantaarnpaal? Die staan te plassen. Dat plak je eraan vast. Dus je veegt je voet en je bent dat hondje bij de lantaarnpaal. Nogmaals, je veegt je voet en je bent dat hondje bij de lantaarnpaal. Dat zijn de eerste twee dingetjes die je kunt oefenen voor Mawashigiri. In de volgende video plakken we de rest eraan vast.